Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we weinig wolken. Het weer wordt dan ook bepaald door een hoge drukgebied. Het ligt boven Polen en bepaalt vandaag bij ons het weer. Volop zonneschijn vanochtend, slechts weinig bewolking, misschien een enkel stapelwolkje die in de loop van de ochtend ontstaat. En vanmiddag zien we meerdere stapelwolken, vooral in het zuidoosten van het land. En de temperatuur loopt op naar 24 graden vlak aan zee tot plaatselijk 27 in het binnenland. Daarbij waait een zwak tot matige wind vanuit het zuiden tot westen. Vanavond is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 18 tot 20 graden. En vannacht trekt een zwakke storing over het land, zodat we morgen wolkenvelden zien met in de ochtenduren in het zuidoosten een enkele bui, maar in de loop van de dag breekt van het westen uit de zon door. Met 18 tot 23 graden is het wel minder warm. Vrijdag is een droge dag met 21 tot 24 graden en een matige zuidwestelijke wind. In het weekend wordt het wisselvallig, vooral op zondag vallen geregeld buien en dan gaat de temperatuur ook weer naar beneden naar 19 tot 22 graden. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.